Godverdomme. Er valt dus nog wel wat geld te verdienen met die Civic of die. Oh god. Die Leo en deze Eclipse. Nu daar zit onze nieuwe Crawler. En op dik en daar is de S2. Dit ding moet voorstellen. I guess een Gaiman zou kunnen. Ik merk al dadelijk dat die elk gelijk is aan die andere daar. Aan de S2, de komende S2. Ja, is gelijk, ook achterlaandrijving en zo. Dus, ja. We doen hetzelfde als altijd. Oh god. We gaan dus naar de Carmeet en daar tune ik mijn wagen. Waarom? Levels, Carmeet level. Want level daarin is niet altijd even simpel. En ik heb ook nu niet de tijd om mijn PC gaan vannacht laten draaien. En waarom? Omdat ik moet werken en ik heb mijn slaap nodig. Morgen is wel de laatste dag door. Dus ik ga zo uploaden. En mijn level 18. Shit. Nu wat ik wel wil weten is welke auto we volgende week te zien gaan krijgen. Aha! De nieuwe Karen. De nieuwe Sultan is dat. Die is wel. Maar ik ben benieuwd naar alles. Is het Sultan Classic of Classic RS? Dat is zo'n nieuwe variant van iets. Nu was mijn auto. Nou, hier. Stabien. Ik moet op mod vehicle doen. Nou, een paar controller, omdat ik anders weer een klote gedeeld heb. Ik weet niet waarom, maar GTA heeft altijd die ene bug. Ik heb een update gedaan. Laat maar, het zal nog altijd in. Ja, dit werkt ook wel zo traag. Niet veel frontbumpers alleszins. Ik denk dat even een gamer moet starten. Ik ga dat even doen. Even een gamer starten. One eternity later. Weer een half jaar later. We hebben geen goesting om nog naar daar te rijden. Dus het is meer zo van ja, ik kan mijn auto hier wel tunen, want hier werkt het tenminste wel te snel genoeg. Ah ja, staat buiten. Kut. Ah ja, over die vector daar, die gele, had ik een video gemaakt. Maar die video is heel slecht op frame rate, ik weet niet wat te schelden. Dus ik heb de video gewoon verwijderd. Want ik was er helemaal van gedaan dat de video helemaal aan de klop was. En dit keer is een solo sessie, mooi. Maar we zijn niet voor lang. Wat is deze Porsche nu clean laat? Ik vind Porsche's clean wel mooier. En de kleur, denk dat die gewoon. Ik weet dat bijvoorbeeld niet welk type Porsche dit is, dus ja. Waar ga ik op zoek? Ik denk Cayman, maar ik weet het niet precies. Ik ken niet zoveel van Porsche. Echt niet van Porsche. Ik die oké we hebben hier doorscrollen, wat is een mooie kleur zo de auto. Lime green is wel mooi. Vind ik eigenlijk. Dat is raar of mooi. Eens kijken voor een classic lime green. Klinkt raar dat erop, maar het heeft iets eraan.
Ja! Ah ja, we gaan hem groen maken. Ik heb een idee. Groen met zwart of witte accenten. Ja. Overtune. Nee, geen overtune. Een tune met zwart en wit. En zwart of wit op dit groen. Dus wat ik denken ben is. Ik weet zwart en wit. Wat ik bedoel is, ik ga deze toch opzetten. Ik ga hoortcatchers die een secondary. Nee, toch niet doen. Lipspoilertje. Blijkbaar hebben ze geen. Nee. Livery. Nee, livery zeg ik. White Fister, nee, is er niet. Een nieuwe gay shit. Nee. Dit, maar dan wit. Gewoon white crawler pakken. Respray secondary doe ik. Ice white. Primary lag, accent color. Doe ik een ice white. Dat ik dingen vind. Trim color. Dat is wit als het zoekt. Ja, wacht. Hier is splitter. Zo onderin mag wel. Oef. Wil dat doen? Wil de V2 maken? Nou ja. Denk dit, roof rack, skirts. Secondary. Splitter, een secondary splitter hebben ze? Yep. Nou, dit is juist iets te groot naar mijn goesting. Spoiler. Ja, ik ga het wit hebben. Oh, is low, lol. GT-wing daar gaan we. Sunstrip gaat daar. Yep. We zien wat ze hebben. Expansion lower, condition, ja sowieso. Ik heb het niet op die wel. Nee, ze hebben geen dark transmission op maximum turbo ook. Vents. Die stock en tuig zijn goed. Wheel type, ik wil dit niet in elk geval. Ook zo'n multispark. OBRS in het zwart. We proberen altijd witte tires, maar ze op. Custom tires maken we er niet van. Windows doen we. Laten we zo al wel. Is ook wel leuk uit hoor. Maar ik ga het toch zo laten. Dit is een soort groen, zwart en witte kleurmengeling. En ik vind dit persoonlijk enorm dope en ik had ook nog geen groene auto of geen auto waar groen op past. Dus ja, die groen zou die andere ook nog niet mis zijn, maar shit. En mijn muis wil ook niet oplaaien, wat de fuck. Nou weer, sneeuwschilder, ja wat, meestal plaat je op kabel, nu zit hij op zo'n dock. Want ik heb de Best Buddies Ultimate, dan heb je ook zo'n chunky dock ding en dat is je muis en die klikt daar zo op met z'n twee pennetjes. En hier zitten dan ook twee pennetjes met sfeertjes en hier twee contactjes en die knakken dan op elkaar. En ja, die zal ik laden. Oh shit, dat ding is wel heel sensitief. Ik moet zeggen, dit ding rijdt als een droom. Het ziet er echt geweldig uit in het groen.
Dus eigenlijk is een tune waar ik van begin af aan al zelf content mee ben. Wajo. En deze lobby zien we zo leeg. Alhoewel, ik moest ook een andere lobby joinen. En ik vind deze echt nice om mee te rijden. Hij slipt een beetje, maar. Ik ervaar rijders en chauffeurs in het spel. Ik kan wel met een beetje slip omgaan, dus. Ik vind het echt wel dik. Vooral hoe die lampen daarin mee blenden is gewoon. Dus dit is een keepertje voor mij, echt waar. Ik heb niet veel auto's die in het groen goed staan, maar deze is er echt wauw mee. Wel achterkant ben ik er weg van. De meeste auto's vind ik gewoon de voorkant mooi, maar deze vind ik echt allebei mooi. Dus dit is een keeper. En zeg ik houden. Zonder enige twijfel. Want ik weet niet hoe goed het moet uitdrukken, maar. Te meer ik Porsche zie, te mooier ik ze vind eigenlijk. Vroeger was ik eigenlijk een Porsche auto nu. Een Porsche ook wel mooi. Prestaties, ja. Goed. Ze passeren wel. Maar voor mij Mercedes blijft top, dat weet iedereen wel. Maar ik vind Porsche mooi. Ja. En ik vind deze heel lekker uit. Vooral die. Ik ben wel blij dat ik deze spel heb gekozen, want de andere had zwarte pootjes. En deze heeft nu chrome poten. Dus dat past ook wel wat meer bij het witte team. Dus ja. Ik ben uiterst blij met deze tune. En ja, voor de mensen die het wel weten. Het is niet moeilijk. Classic lime green. Mat. Ice white. Accent en al allemaal ice white. Dus ja, ik vind dit echt wel een leuke wagen. Ik ga er een beetje mee toeren hier. Dan kan ik ook een shit. Ja, mijn reactievermogen is nog te traag. Maar ik vind het alvast een heel leuke wagen. Ik moet nog eens offroad testen. Het ligt wel goed. Hij heeft veel grip. Voor een achterwielaangedreven wagen heeft hij echt wel veel grip. Als je zo offroad gaat, niet te veel gas geven, zou ik zeggen. Ik vind hem al wel goed. Ik vind hem al echt wel leuk, moet ik zeggen. En dit is dus een auto die ik niet weg wil doen. En het interieur, dat wit, is hier wel echt machtig in. Ik vind wit interieur echt heel chic. Want de meeste mensen vinden zwart natuurlijk dik. Maar als je echt. Vooral bij Mercedes Maybach is dat wel zo. Dat is een luxe wagen, is echt heel luxe. Maar als je echt de top luxe uitstraling wilt, wit pakken. Zwart laat niet luxe zien. Ik vind zwart dik. En dat is luxueus en zo, maar. Wit ziet er juist een gradatie beter, een graadje beter uit qua luxe. En dat is ook de reden waarom ik altijd wit interieur raak wil. En een comfortabele luxe wagen. Ja, Porsche is wel meer sportief, maar ze hebben ook wel een redelijk chic interieur. Ja, voor de prijs die je een Porsche uitgeeft, mag dat ook wel. Nu niet dat ik een Porsche koop als ik er uiterst rijk zou zijn misschien, maar. Niet dat ik zeg van, oh, daily driver of zo, nee. Ik vind dat hij er alsnog wel hoog liggend uitziet. Ook al heeft die competition suspension. Ik weet niet of dat echt waarschijnlijk aan bij, maar ik vind dat. Ja, deze is ook meer een rally tune, rally bak. What the fuck gaat er in de chat? Maar ik wil eigenlijk een Galileo Observer gewoon voor daar een te maken. Screenshot. Zo van. Voor daar.
Thumbnail. Even hier parkeren. Parkeren. Wat? Parkeren, dat wou ik zeggen. Hoe snel kan ik rondgaan? Niet snel nog. Er staat hem. Ik wil niet hier parkeren, want dit ziet er ook al wel dik uit hoor. Oh, kijk dan, dit is toch een mooie wagen, niet? Ik vind hem wel echt dope hoor. En ik ben blij dat ik hem heb. Ja, ik ben blij dat ik hem heb. Dus nu gaan we naar boven rijden zonder schade, liefst. Liefst. Dat is gewoon te goed rijden, waar ik nu al helemaal niet bezig ben. Maar, het zo geconcentreerd mogelijk naar een steed te rijden. Oeh, moet een mooi shot zijn. Nu, nee, ik vind deze wagen echt super dik uitzien hoor. I have an ID. Ja, de thumbnail. Gegarandeerd. Maar ik vind deze wel echt machtig. Hem ook echt goed rijden, dus ja. Pluspunten zou ik zeggen voor deze wagen. En voor Rockstar om ze te maken, want ik vind hem echt wel leuk. Oh my god, ik kan niet tegen gisteren. Vandaar ben ik ook jullie bedankt voor het kijken in deze video over deze dikke auto. En